afsluitende training richting de wedstrijd tegen NEC. Trainer Henk Vrezer en zijn selectie in een zonovergoten Kyocera-stadion. Hoe teleurstellend was eigenlijk het gelijkspel tegen Excelsior? Als je kijkt naar het wedstrijdbeeld, als je kijkt naar de intentie van ons natuurlijk na de wedstrijd Genemuiden. En ja, dan is het wel super teleurstellend als je ook nog eens tot 3 keer toe de voorsprong niet kan behouden. En eigenlijk in principe niet genoeg de voorsprong vergroot. Dat was wel teleurstellend. Hoe zijn jullie daarmee omgegaan deze week? Ja, nou ja, kijk, je moet meteen door naar de volgende wedstrijd. Je doet uiteraard de wedstrijd analyseren. Je doet een aantal momenten eruit pikken die ons meer dan gemiddeld gebeuren. Waar we kansen mee weggeven. Maar je haalt ook de dingen uit die weer positief waren. En ik denk dat heel positief was, is dat we meer dan voldoende kansen gecreëerd hebben. Alleen, je moet er meer maken. Maar ik denk dat in deze wedstrijd vooral naar voren kwam dat we moeten ook doelpunten voorkomen. En nogmaals, dat is de enige manier om wedstrijden te gaan winnen. Dan kan je aardig spelen, kan je goed spelen zelfs bij vlagen. Maar uiteindelijk kunnen details of momenten kunnen ook de wedstrijd bepalen. Dan zaterdag de wedstrijd tegen NEC. Wat weten we van NEC? Nou kijk, ik denk de trainer van NEC, dat is een uitstekende trainer met een hele goede spelopvatting. Een trainer ook die mentaliteit ook hoog in het vaandel heeft staan. Nou, het is duidelijk dat zijn ploeg in alle 4 hoofdmomenten, wat ik net al zeg, als je praat over verdedigen, heel erg betrokken is. In balbezit hebben ze ook natuurlijk een aantal spelers gewoon die uitstekende kwaliteiten hebben. Nou, in die omschakelmomenten, ook daar is een ieder betrokken en dat doen ze in een hoog tempo. Dus wij zullen heel zorgvuldig moeten zijn in beide hoofdmomenten ook. En zoals ik al een beetje schets, is een ploeg die zeker thuis voor ons heel lastig te bespelen zal zijn. Maar nogmaals, ik vind ook dat wij een goede ploeg hebben en ook dat wij, los van het voetbal wat steeds beter gaat, wel meer in staat moeten zijn om daar ook punten uit te genereren. Danny Bakker traint weer mee met de selectie. Is hij zaterdag al fit? Dat zullen we nog wel aan moeten kijken, moet ik eerlijk zeggen. Maar maakt een goede kans hoor. Ik denk dat hij ook een type speler is als hij op 90% speelt. 95% speelt, dan is hij echt wel van waarde. En verder met de ziekenboeg? Ja, eigenlijk nog steeds dezelfde. Er komen er steeds meer wel terug hoor. Want Marengo is er nou gewoon helemaal bij. Dus wat dat betreft gaat het wel de goede kant op. Dus dat geeft jou wel weer meer opties in de voorhoede ook? Ja, absoluut. Want ook voorin kunnen we nu weer wat meer doen als de vermoeidheid er mocht zijn. Want deze wedstrijd zullen we echt vol aan de bak moeten. En dat betekent dus dat je wat dat betreft misschien wel meer andere spelers zal moeten gebruiken.